Vandaag ga ik op zoek naar de passie van Frans Verschuur. En Frans Verschuur is coureur en een hele bekende naam in de autosport. Hij is al meer dan 30 jaar verbonden aan Renault. Hij is op dit moment de enige Nederlander die met twee auto's mag racen in de RS One Trophy klasse. Ik heb de nieuwe Renault Clio RS meegenomen om een beetje indruk te maken. En nou maar hopen dat hij voor mij wat tips heeft over het racevak. Frans, goedemorgen. Ja, om maar meteen te beginnen. Jij bent volgens mij een hele grote naam in de autosport. Heel lang bezig in de racerij. Wat maakt het racen nou zo geweldig? Ja, het is een soort virus, denk ik. Ik zit er vanaf 88 bij Renault en zelf in de autosport vanaf 78. Tijd maakt mij niet uit. Ik wil gewoon altijd bezig zijn met techniek, vernieuwingen, snelheid. Ja, dat is mijn passie. En nu is dan de RS01 aan de beurt. En daar heb ik ook in Italië mee gereest. Niet in wedstrijden, maar wel getest. Eigenlijk zeggen wij als technische mensen, dit ding is een oldtimer. En de RS01 is de nieuwe techniek. Okay. En dat, alles merk je dat. En het instappen wat je dus gaat proberen, zul je al merken dat dat een verademing is om in de RS01 te stappen. Dat wil ik dus dan meteen proberen. Ja, je moet tegen kleine ruimtes kunnen. Jij bent enorm betrokken geweest eigenlijk met de ontwikkeling van de RS01. Wat is nou eigenlijk iets wat echt uit jouw koker komt? Een grote benzinetank, dus echt uit mijn koker. En het comfort van de rijder, dat zijn dingen waarvan ik zeg, ja, dat is echt, was voor mij prioriteit 1. Nou, het schuift er in ieder geval allemaal wat makkelijker in. Nou, Vincent, hier is het stuur. Ja. Dit is echt het modernste van het modernste. Eigenlijk, ook al heeft de Formule 1 dit ook. Dus het is eigenlijk een kopie van de Formule 1. Stuur. Ja. Nou, heel makkelijk monteren we dat. En je kunt rijden. Oké. Okay. Nou, dat is een sportief gevoel, laat ik het zo zeggen. Zo. Het is nog steeds een tour, maar... Eind mei hebben jullie eerste race gehad in Spa, België. Wat komt er eigenlijk allemaal voor zo'n race erbij kijken? Want met hoe groot is het team dat daar naartoe gaat? In totaal bestaat een team voor twee auto's, bij mij uit 13 mensen. En die gaan eigenlijk de eerste groep van 4-5 reist eigenlijk al op dinsdag af om alles op te bouwen. Alle technische dingen worden op de goede plek gezet. Dus als er iets kapot is, dat de mensen de monteurs het gelijk kunnen pakken. Ja. En niet moeten zoeken in dozen van waar is het. Deze is van ons, die rijdt op kop. Je ziet al redelijk ver weg. Want dat is een enorm verschil eigenlijk met die andere rijders. Is dat nou de kwaliteit van het team of is het ook echt wel de kwaliteit van de rijder? Ja, dat is het kip en het ei. Ik zeg allebei. Bij voetbal ook heb je, als je een trainer klikt met het team, dan komen ze tot hele goede prestaties. En dan kun je nog 25 Ronaldo's kopen, maar als die klik niet werkt, dan word je nog geen kampioen. Nou, ik heb genoeg gezien. Ik heb buiten een verrassing voor je staan. Oh, leuk. Want misschien kunnen wij even een ritje maken. Mijn Clio RS hoort ook een Renault sportjas, dus die moet je aantrekken en dan eens kijken wat het wordt. Nou, prima. Nou Vincent, we zitten in de RS, hè? En er zitten toch wat aspecten bij, ook uit de raceauto. Kijk, je kunt schakelen via de pook, maar je kunt ook met het stuur. Er zitten flippers, zoals wij dat noemen, als je dan links, terug en rechts is opschakelen. En dat zijn allemaal dingen, zeg maar, die in de ontwikkeling van de autosport later in de gewone auto's komen. Zo, nou Frans, heb ik een beetje talent voor het racen? Nou, jij bent gewend om te repeteren. Bij ons heet dat testen, dus we gaan veel testen als je coureur wil worden. Oké, nou dat is duidelijk. Over 2 weken hebben we weer een nieuwe aflevering van Renault Live. En dan ga ik op bezoek bij Hajo Smit. En Hajo Smit is een oermens en daar heb ik heel veel zin in. Ah.